Ik zie je is na ik hou van je misschien wel het belangrijkste wat je tegen iemand kunt zeggen. Maar hoe vaak zeggen we het eigenlijk? Wanneer heb jij het tegen iemand gezegd? Ik zie je. Ik hoor je. Wanneer hoorde jij het voor het laatst? Geen plan, niet al het geld van de wereld, geen debat kan daar tegenop. Erkenning. Het gemis van mijn moeder is niet het gemis van een lichaam of van een fysiek zijn. Het is het gemis van de vrouw die me altijd zag zoals ik werkelijk ben. En gezien worden zoals we zijn, hebben we het allemaal nodig. Mensen die strijden tegen racisme. Mensen die werken in de zorg. Ja, nu zien we ze. Nu noemen we ze helden. Maar het wrange is, dat waren ze altijd al. En onze samenleving kent zoveel meer helden. Die zijn wegbezuinigd, genegeerd, verstopt. Onderwijzers, kunstenaars, politieagenten, schoonmakers, klimaatactivisten. Mensen die strijden tegen racisme. We zien jullie. Woorden kunnen krachtiger zijn dan 1000 zwaarden. Woorden kunnen inspireren en aanzetten tot grootse daden. Maar woorden mogen nooit leeg zijn. Als je mensen werkelijk ziet, dan betekent het ook iets voor je daden. Nederland heeft nu massaal gezegd tegen de mensen in de zorg: ik zie je. En dat zijn woorden van hoop. Maar deze woorden blijven leeg als je niets doet aan de werkdruk en aan onderwaardering. En daarom moet de zorg niet alleen een bonus krijgen voor hun harde werk tijdens corona, maar structureel betere beloning. Omdat hun goede werk ook structureel is. En Nederland lijkt eindelijk de waarde te zien van schoonmakers, mensen in distributiecentra, vakkenvullers. Eindelijk is duidelijk dat dit de echt cruciale beroepen van onze samenleving zijn. Maar als we ze echt zien, dan zien we ook hun struggle om rond te komen. Dan geef je geen miljarden aan grote multinationals, dan verhoog je het minimumloon. En na de immense klimaatprotesten van vorig jaar zei de regering eindelijk: de aanpak van klimaatverandering, dat heeft prioriteit. Maar als je het geluid van de klimaatgeneratie echt hoort, dan accepteer je niet langer dat grote vervuilende bedrijven niet hoeven te betalen. Dat de CO2-belasting wordt afgezwakt. Dat het vliegverkeer zou moeten gaan groeien. Dan zoek je in de coronacrisis geen reden om een stapje minder te doen. Maar zet je een tandje bij. Ik vind het een groot compliment waard dat Mark Rutte eindelijk erkent dat er sprake is van institutioneel racisme. Al wilde hij het zelf niet helemaal zo noemen. Die woorden inspireren. We moeten ook aanzetten tot daden. In deze maand van Katie Coty kan hij als premier van alle Nederlanders deze woorden betekenis geven. Door namens Nederland excuses te maken voor het slavernijverleden. Want een sorry voor toen is zoveel meer dan een excuus. Je kan alleen verder met de toekomst als wij ons verleden erkennen. Het is een krachtige erkenning van de pijn van velen. Het zegt: ik zie je. Corona heeft ons de wereld op een andere manier laten zien. En dat betekent dat we niet terug kunnen naar hoe het was. Niet terug kunnen naar bezuinigen op de zorg, de politie, het onderwijs, de cultuur. Niet terug kunnen naar ongeremde wereld overvliegen. Niet terug kunnen naar bedrijven die in goede tijd alle winst houden en de slechte tijden de rekening bij gewone mensen neerleggen. Niet terug kunnen naar het wegkijken van racisme. En laat niemand je vertellen dat je moet wachten. Wachten totdat het wel uitkomt om te demonstreren. Wachten tot het wel uitkomt om klimaatverandering aan te pakken. Wachten tot het juiste moment om de bio-industrie af te schaffen. Wachten totdat eerst KLM is gered voordat we de zorg kunnen belonen. Wachten totdat we de culturele sector kunnen redden. De vraag om te wachten is een excuus van de gevestigde orde om niet te hoeven veranderen. Maar de tijd van wachten is voorbij. Het is tijd voor grote verandering. En die grote veranderingen kunnen we niet overlaten aan de mensen en aan de partijen die de wereld van voor corona gemaakt hebben. En daarom ben ik erop gebrand om GroenLinks voor het eerst in een regering te leiden. Samen met een links- en progressief motorblok van Partij van de Arbeid, de SP en D66.
omdat onze beweging de beste garantie is dat we niet teruggaan naar hoe het was. Terug naar de status quo. Wij zijn de beste garantie op verandering. Het is alweer 5 jaar geleden dat ons avontuur begon. 4 zetels. Geen geld. Een uphill battle. We voelden ons een start-up. We knoopten de eindjes aan elkaar en bouwden op creativiteit, vastberadenheid en brani misschien wel de mooiste campagne uit de Nederlandse geschiedenis. En hoe anders is het nu? We regeren in meer dan 100 steden. Leveren de burgemeester van onze hoofdstad. Zitten in 3/4 van de provinciale besturen. Voor onze organisatie werken inmiddels meer dan 100 mensen. En in de Tweede Kamer heb ik 13 fantastische collega's. Maar met al dit, waar we hard voor hebben gewerkt en wat we de afgelopen jaren hebben verdiend, gaan we niet de volgende verkiezingen winnen. De kracht van onze campagne begint bij creativiteit, vastberadenheid en brani. De kracht van onze campagne, dat ben jij. En de kracht van onze campagne is dat wij samen een beweging zijn. Die staat voor een visie. Die durft in te gaan tegen de status quo. Die gelooft dat grote bedrijven de rekening moeten betalen en niet gewone mensen. Die gelooft dat de aanpak van klimaatverandering niet zomaar een optie is, maar een noodzaak. Die gelooft dat Nederland zich niet moet verstoppen achter de dijken, maar een leidende rol in de wereld moet spelen. Die gelooft dat ieder mens gelijk geschapen is, maar vooral gelijke behandeling verdient. Dat is wie wij zijn. We staan ergens voor. En dat maakt ons gehaat. En het maakt ons geliefd. En het maakt mij buitengewoon trots om onderdeel te zijn van deze beweging. En vol dankbaarheid aanvaard ik dan vandaag ook opnieuw het lijsttrekkerschap van GroenLinks. Ik voel me door jullie gezien. En ik wil dat jij weet dat ik jou ook zie. We gaan verkiezingen winnen. Niet voor onszelf, maar voor iedereen die zich genegeerd en ongezien voelt. Voor de klimaatgeneratie. Voor de vaders en de moeders die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Voor de helden van de zorg en voor de strijders tegen racisme. Voor kunstenaars en voor jongeren die tegen muren oplopen. Voor alle harde werkers van Nederland. We horen bij elkaar. En samen zijn we één beweging. Ik sluit vandaag af met de voor mij belangrijkste levensles. De woorden waarmee ik mijn aanvaardingsspeech 5 jaar geleden afsluit. En het credo dat mij op de moeilijkste momenten in mijn leven in beweging houdt. En ons, maar ook bij de volgende verkiezingen, naar een nieuwe overwinning zal leiden. Het enige wat tussen jou en je dromen staat, is je angst om te falen. Laat die angst los en alles is mogelijk. Wij gaan Nederland veranderen.